De directie van vleesgroothandel Willy Celte uit Os heeft besloten niet in beroep te gaan tegen het faillissement dat eerder deze week is uitgesproken. Dat heeft de curator van het bedrijf donderdagmiddag bekendgemaakt. Het personeel van het bedrijf wordt nu zo snel mogelijk ontslagen. Hierover is al telefonisch overleg gevoerd met de FNV. Het gaat om 39 mensen met een vast contract en 85 Polen die op tijdelijke basis werken. Eerder op de dag werd bekend dat het Osse bedrijf een kort geding tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft verloren. Dat ging over de terugroepactie voor 50 miljoen kilo vlees dat van Celte afkomstig is. De rechter oordeelde dat die actie gewoon kan doorgaan. Celte vond de genomen maatregel veel te ingrijpend en overdreven, omdat er maar met een klein deel van het vlees een mogelijk probleem zou zijn. Er is volgens de rechter geen spoedeisend belang meer om Celte tegemoet te komen, omdat de terugroepactie inmiddels al in gang is gezet. Het Osse bedrijf kwam in februari in opspraak doordat het werd verdacht van het vermengen van paardenvlees door rundvlees en verder van fraude, witwassen en valsheid in geschriften. Dat onderzoek loopt nog.